Er staat een peloton voor zijn neus, die hem dus samen met 10 andere verzetstrijders moet executeren. Dus eigenlijk de laatste seconde van zijn leven zie je hem, zijn gedachtenstroom die door zijn hoofd gaat. Dus het is wel een inspirerende man, zeker als je er even in verdiept. Ja, ik ben Ger Reukenkamp. Ik schrijf eigenlijk niet mijn hele leven, maar toch al heel lang voor toneel, voor televisie en film, scenario's dan. Hè. Dus ik maak geen echt film, ik schrijf dus scripts. Ik zeg altijd, het is het mooiste beroep van de wereld. Dus ik ben er heel blij mee. En je komt met heel veel in aanraking natuurlijk. Het is mooi werk. We zijn dus met een programma bezig, onder leiding van John Leerdam. Vergeten Helden, een stichting, maken daar een voorstelling over mensen die dus zeker zo dapper bijzonder zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog, maar de titel zegt het al, die een klein beetje vergeten zijn. Een aantal namen kennen we natuurlijk wel en Aaron Deyes is er absoluut één van. Hij was bijna alles, hij schreef romans, hij schreef biografieën en hij was toch eigenlijk de meest bekend om zijn beeldende kunst. Hij schilderde, maar vooral monumentale kunst, dus het verfraaien van reeds bestaande ruimtes. Toen vroegen ze me dus om daar een monoloog voor te schrijven. Toen ben ik me er uiteraard in gaan verdiepen. Hij was toen toch wel een heel dappere man, ook al omdat hij natuurlijk vroeg uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Hij had een dikke relatie met een visser in Urk. Op Urk. Dat is ook tamelijk ongewoon, laat me eerlijk zijn. Dus het is wel een inspirerende man, zeker als je er even in verdiept. Zeker in de grote verzet daar in de oorlog, het opblazen van het bevolkingsregister in de plantage Middelaan, daar was hij erg bij betrokken, dat was zelfs zijn idee. Nou, waar we nu staan is bij deze plaquette en daarboven staat bevolkingsregister. Nou, het bevolkingsregister, dat is als je geboren wordt, dan gaat je vader naar het bevolkingsregister. Die gaat daar dan zeggen, ik heb een baby gekregen en dit is de naam, dit is de dag dat hij geboren is. Wij wonen daar en daar en daar en met het adres erbij. En vroeger zeiden ze ook nog welk geloof iemand had. Ze schreven dat vroeger op kleine witte kaartjes, schreven ze dat. Nu gaat het in de computer. Maar toen hadden ze kaartjes, schreven ze die namen op en bij een Jood stond er, bij Joodse mensen stond er een J. Nou, de mensen die zich niet vrijwillig melden bij de Hollandse Schouwburg, die konden ze vinden door hier naar het bevolkingsregister te gaan. En dan konden ze in die kaartjes kijken en zeiden ze, oh deze, die heeft zich nog niet gemeld. Maar deze mensen, deze 12 mensen die hier staan, deze namen, deze mensen die bedachten een plan. Die zeiden, als we nou al die kaartjes van het bevolkingsregister, als we die nou vernietigen, als die er niet meer zijn, dan kunnen de Duitse soldaten, die kunnen dan ook niet die namen hebben. En toen hadden ze een heel mooi plan bedacht. De uniformen van de Duitse politie, die hebben ze heel netjes nagemaaid, zelfs met de insignes erbij. Dus toen hadden ze nep-uniformen. Toen zijn ze aan de achterkant van dit gebouw naar binnen gegaan. En toen hebben ze die kaartjes allemaal gepakt en die hebben ze allemaal op een grote berg gegooid. Hier zie je een foto ervan. Dus al die kaartjes met al die namen van al die mensen. En toen hadden ze een soort bom, een soort brandbom hadden ze. Die gooiden ze erop. Er was dus een klein brandje en toen kwam de Nederlandse brandweer die kwam. En die ging spuiten en na 2 minuten was het brandje eigenlijk al uit. Maar toen gingen ze toch nog langer spuiten. En nog langer spuiten. En na een kwartier zeiden die politiemensen, ja nu is het toch wel uit. En dan zei de brandweer, die zei nee, we moeten altijd een brand heel lang nablussen. En ze gingen wel een half uur spuiten. Waarom deed de brandweer dat? Je had hem al heel snel door, hè? Alles ging kapot. Water en papier gaan niet samen. Water en papier gaan niet samen. Precies, dus het water en papier gingen niet samen. En daardoor zijn heel veel van die kaartjes toch nog een beetje stuk gegaan. En heel veel, ze schreven vroeger met echte inkt, die ging ook uitwissen. Dus op die manier hebben de brandweer heeft een beetje afgemaakt wat deze dappere mensen hadden geprobeerd te doen, wat mislukt was. Ja, Willem Aron Deyes, hij is altijd een beetje in de schaduw gebleven.
En dat heeft ermee te maken dat hij homoseksueel was. En dat was zeker na de oorlog was dat natuurlijk altijd ingewikkeld. Hij kwam er ook heel erg voor uit. Dat hielp ook al niet. Dus het is altijd een intrigerende figuur wel geweest. Ik zet hem neer op het moment dat hij gefuseerd wordt. Er staat dus in de duinen, in Overveen was dat. Er staat een peloton voor zijn neus. Die hem dus samen met 10 andere verzetstrijders moet executeren. Dus eigenlijk de laatste seconde van zijn leven zie je hem, zijn gedachtenstroom die door zijn hoofd gaat. En het eindigt ook met die salvo van de moffen, zal ik maar zeggen, die hem dus neerschieten. Een bekende uitspraak van hem, of uitspraak, en dat heb ik ook al, is me altijd wel bijgebleven, is van: laat de wereld weten dat homoseksuelen geen lafaards zijn.